Het boek over de Kapellekesbaan. Dat het boek is over de kinderjaren van Ondineke, die geboren werd in het jaar 1800 en zoveel, en die verliefd werd op meneer Achille de Renoncourt, directeur van de garenfabriek de Filature, maar die op het laatste van het boek trouwen zal met het zielenrooskaark, over haar broer Valère Tralleer met zijn monsterhoofd dat van hier naar daar door het leven waggelt, en over meneer Kebrijs, die zonder dat hij het wist een der eerste socialisten was. Over haar vader, Vapeur, die met zijn goddeloze machine de wereld redden wou. En over al wat mij toevallig niet te binnen schiet, maar dat in zijn grote lijnen de moeizame opgang van het socialisme wil tekenen. En de ondergang van de burgerij die twee oorlogen op haar kop kreeg en ineenstuikte. Maar daartussen en daarnaast is het ook een boek dat zich veel later afspeelt. In onze moderne dag van vandaag. Terwijl Ondineke leeft in het jaar 1800 en zoveel, leven monsieur Colson van het ministerie, Johan Janssens de dagbladschrijver, Tipotje de schilderes, meester Potts en professor Dr. Spothuizen en gij zelf, Poontje, ten huidige dagen op zoek naar de waarden die waarlijk tellen. Op zoek naar iets dat de neergang van het socialisme tegenhouden kan. Maar de hemel bewaren er ons voor, moest het niet meer zijn dan dat. Het is een plas, een zee, een chaos. Het is een boek van al wat er op de Kapellekesbaan te horen en te zien viel. Van het jaar 1800 en zoveel tot op deze dag. Hier begint het eerste hoofdstuk. Lente te Termuren. Over alles een groot kruis. Je ziet vanuit uw open zolderraam hoe het niemandsbos in het rood wordt geverfd door de zakkende zon en hoort hoe het droefgeestig schaap van monsieur Colson van het ministerie nog een laatste keer blaadt vooraleer het achter de knarsende staldeur verdwijnt. En dan schuift je uw pampierderij opzij en stampt de trappen af, juist als de kantieke schoolmeester de deur openduwt en samen met zijn schone vrouw Lucette een beetje van die late rode zon binnenlaat. En al kantiek schoolmeesterachtig met het hoofd schuddend hoort je hem zeggen: naar het mij toeschijnt hebt je daarboven op uw zolder over uw papieren gebogen gehangen om over onze wereld van vandaag te schrijven. En ik, die al zoveel boeken misverstaan heb, weet dat al wat er te zeggen valt reeds gezegd is geweest. Ik spreek nogal eens niet van de prediker, van de Faustmaker of de waanzinnige Hamletspeler. Nee, onderbreek mij niet, want ik heb dat niet graag. Maar zult gij daar op uw zolder grotere wijsheid vergaren dan Lautze? Of kunt gij surrealistisch erotisch debieler doen dan het zangen van Maldoror zijn? Zult gij de menselijke diepte en hoogte dieper en hoger doorpeilen dan in de demonen van de gebroeders Karamazov? Zult gij de tijd buiten tijd en ruimte razender najagen dan Proust? Of zult gij het leven binnen tijd en ruimte hardnekkiger geeselen dan in Voyage au bout de la nuit? Weet gij de ontspoorde mens in de scheve maatschappij beter in zijn juiste verhouding van leven en denken dier te plaatsen dan de minnaar van Lady Chatterley? Weet gij nuchterder dan Lenin, naturalistischer dan Zola, beeldsprakeriger dan de Bijbel met de woorden om te springen? Is het u mogelijk plechtiger en onfeilbaarder te zijn dan de paus van Rome, sprookjesachtiger, onzedelijker dan Duizend en Eén Nacht, hemelser dan de navolging van Christus, sluwer en fijngeestiger dan de Reinaard van Willem die Madoc maakte, tragischer, boerser dan de Isegrinus van Ivardus? En kunt gij moderner, ongeloviger, schurftiger zijn dan Tropic of Capricorn? Of romantisch miserabilistischer dan de voorstad groeit? En als je de kantieke schoolmeester hoort zwijgen en zijn lippen ziet opeenpersen, antwoord je: het is mogelijk dat het onmogelijk is om iets nieuwer en juister te zeggen, maar over al het geschrevene daalt het stof der tijden neer. En ik peins daarom dat het goed is als er om de 10 jaar een andere een kruis trekt over al die oude dingen en de wereld van vandaag opnieuw uitspreekt met andere woorden.